De aanhoudende droogte in het achterland is ook in Klaaskreek en omliggende dorpen voelbaar. Ondanks deze nederzettingen langs de Suriname rivier liggen. Hoofdkapitein van Klaaskreek, Michel Walden, zegt aan onze nieuwsdienst dat uitoefening van de landbouw in het dorp nu een grote uitdaging is. Mensen in het gebied kopen hun voedsel hierdoor in Paramaribo en Wanica. Wel, Dus, maar wat wil je me jongen? Ja, bij bij je met die foto. Officie, de krikie drie, dus dan voor we geniet voeding voor de swamp, no, de mij go officie. En dan we bij, en dat we overleef. Walden geeft echter aan dat de waterstand in zijn gebied niet zo laag is als van andere gebieden in het boven Suriname gebied. Hij merkt wel op dat hij een dergelijke situatie, waarbij zelfs kreken in het gebied uitdrogen, nooit eerder heeft meegemaakt. Ik kan het niet meer geworden dat ik zo'n beetje droog te bekomen, maar nooit om ik mee. Want als ik mijn volgende media voor weer berichten, dan denk ik dat ik in december aan 3 hoor. En dat voorspelde dat ik de afgaan voor lange tijd maat. Zoals het was, we dikke petty voor go take water aan bijvoorbeeld. Klaaskreek niet. Klaaskreek echt niet. Klaaskreek wie op een boombron. Dus zie je de regering zijn we daar. En meneer Oosterling zet een mooi bron geven, liep directeur Linga. Dus dat Linga is onderhoog door. En wat rij lever nu naar de dorp? Alla euro Klaaskreek op water. Ja, voordat we ontbereiden. De kapitein is blij dat de samenleving in het gebied gezegend is met een waterbron. Hierdoor is de drinkwatervoorziening gegarandeerd. In andere dorpen is dit een ander geval.